het enige doel was verpesten van het uitzicht van zijn buurman. En wanneer ga je die grens over en wordt het misbruik van je eigendom? Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom vanuit de koepelgevangenis in Arnhem. Het klinkt als de aankondiging van een uitzending vol gedetineerden. Dat is het niet, want die zijn hier al vele jaren niet meer. Maar het is nog wel een prachtige locatie en het voelt en ruikt nog steeds aan een gevangenis. We zitten een beetje op de middenplaats, onder de koepel, om ons heen overal. De celdeuren. Ik heb me laten vertellen dat het er 208 zijn. Het is wel een ideale locatie om over recht te gaan spreken. Dat ga ik ook doen. Mijn gast is Tessa Verhees. Tessa, je bent student, rechtenstudent bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Financieel recht doe je. Inderdaad. Dat komen mensen natuurlijk ook wel eens in de gevangenis door, toch? Zeker, ja. Het is misschien wat anders dan strafrecht, maar toch. Behalve dat je student bent, of misschien wel omdat je ook student bent, ben je voorzitter van het pleitgenootschap Rota Carolina. Een pleitgenootschap, wedstrijden neem ik aan. Ja, ook inderdaad. Dat is een groot onderdeel. En dat gaat naar een andere universiteit, tegen andere universiteiten? Ja, klopt. Dat zijn inderdaad vaak verschillende universiteiten tegen elkaar. Dan is het verschillende universiteiten, verschillende pleitgenootschappen. Die organiseren dan ieder hun eigen wedstrijd. Zijn jullie een beetje goed? We doen het over het algemeen wel goed, ja. Wat maakt jullie goed? Of wat sowieso in zo'n pleitwedstrijd, waar wordt vooral naar gekeken? Ik denk dat wij een aantal juridisch heel goed onderbouwde studenten hebben. En ook studenten die goed kunnen praten, dingen kunnen overbrengen. En dat is ook waar je op beoordeeld wordt natuurlijk. Ja. Ja. Wat vind jij het leuke aan het pleiten? Ik vind het zo leuk. Voor mij is het echt, je leert er zoveel van. Niet alleen het pleiten zelf, maar ook alles wat erbij komt kijken. Dus wie is mijn publiek? Hoe ga ik dan dingen brengen? Hoe ga ik het aanpassen aan mijn publiek? Want niet ieder publiek is hetzelfde natuurlijk. Ja. Hoe sta je? Hoe formuleer je? Precies, ja. Hoe bouw je je verhaal op? Ja, ontzettend interessant. Ja. Goed, bij deze zaak die je meegenomen hebt, die wij gaan bespreken, ben je niet zelf betrokken geweest. Nee. Namelijk 1937. Niemand van ons hier is daarbij betrokken geweest. Er staat boven de Berg en Dalse Watertoren. En dan gaat het over een uit de hand gelopen burenruzie. Ja, klopt. Ruzie over een watertoren. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Wat was er aan de hand? Nou, deze buren allebei achteraf, een stuk grond. En het begon eigenlijk allemaal met een toegangsweg. De ene buur had een toegangsweg en de andere buur die maakte daar eigenlijk altijd gebruik van. Op een gegeven moment had de buur die de toegangsweg in eigendom had besloten dat hij er een hekwerk omheen liet bouwen. Om eigenlijk zijn grond te beschermen tegen mensen die daar rondhangen. Dat vond hij allemaal niet de bedoeling. Uiteindelijk is daar een ruzie door ontstaan, want ze hielden niet aan elkaars afspraken en dat is een beetje uit de hand gelopen. En toen dacht de ene buur, hoe ga ik mijn buurman nou het meest raken? Door zijn uitzicht af te pakken. Dus wat deed hij? Die palen van 15 meter lang sloeg hij in de grond, lelijke doeken eraan. En zo werd het uitzicht eigenlijk verpest. Dat is naar de rechtbank geweest. Toen is besloten dat die palen weg moesten. Want het enige doel was verpesten van het uitzicht van zijn buurman. Dus die palen waren weggehaald. En toen dacht die buurman, ik ben er nog niet klaar mee. Ik ga gewoon door. Ik ga het nog een keer proberen op een andere manier. En toen kwam hij met het idee, ik ga gewoon zo'n hele grote, lelijke Amerikaanse watertoren in mijn tuin zetten. Ook in zijn uitzicht. Echt zo met zo'n bol, die overal in Amerika zit. Ja, precies. Dus toen heeft hij dat gedaan. Toen kwam daar natuurlijk weer tramland over. En toen dacht hij slim te zijn. Want de vorige keer was natuurlijk bepaald, die palen met die doeken, die hebben geen enkel nut. Geen nut, nee. Nee, maar die watertoren had hij niet aangesloten op een waterleiding of wat dan ook. Dus die had eigenlijk ook geen nut. Dus wat dacht hij? Ik ben slim. Ik laat mensen komen. Ik laat die watertoren aansluiten, want dan heeft hij nut. Dat is uiteindelijk dus weer naar de rechtbank gegaan, naar het Hof, naar de Hoge Raad.
En toen hebben ze toch weer gezegd, nee, je hebt het echt enkel gedaan om je buurman te pesten en daar gaan we niet mee akkoord. En toen heeft hij toch weer af moeten breken. Heeft toch ook tussen de doeken werkte niet, de watertoren nee, werkte. Niks heeft gewerkt. Nog een derde poging. Nee, er is geen poging meer gedaan, nee. Toen was de ruzie ook afgelopen. Ja. Wat is het tot op de dag van vandaag nog belangrijk aan dit arrest? Dit gaat echt om misbruik van je eigendom. En dat komt echt nog wel eens voor. Mensen die lelijke dingen in hun tuin zetten alleen om hun buurman te pesten eigenlijk gewoon. Dus het komt best nog wel vaak voor. Ik heb het niet meer gehoord in die mate als de berg en als de watertoren. Maar je hebt toch gewoon het recht om te doen binnen een bepaalde afstand van je erfgrens wat je zelf wil? Ja, klopt. En dat is dus best wel interessant, want wanneer heb je dat recht, want je eigendom mag je naar eigen invulling gebruiken. Als ik daar een lelijk beeld neerzet of precies. Een whatever. Ja. En wanneer ga je die grens over en wordt het misbruik van je eigendom? En moet je daar dus mee stoppen? Dat is, het is heel interessant. En dan worden heel veel rijdende rechterzaken overgevoerd. Zo'n zaak zoals je nu beschrijft, is dat ook voor jou een van de redenen waarom je recht interessant vindt? Ja, ik vind het wel. Het is gewoon inderdaad, als je er niet mee te maken krijgt, denk je wat van mij is van mij en ik mag ermee doen wat ik ermee wil doen. En in praktijk blijkt het toch wel eens anders te zitten. En dat vind ik wel, dat is heel interessant. Ja. Is dit voor jouw gevoel, je bent student natuurlijk, maar als je het zo in je studie merkt, zijn het vaak dit soort zaken die toch tot het meeste emotie, behalve natuurlijk moord, maar dit soort ruzies tussen buren. Ja, het spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk. Ja. Zulke verhalen, het is, dan denk je van hoe kan zoiets nou gebeuren? Wie vind je dat er gelijk heeft eigenlijk? Ik vind dat de Hoge Raad goed geoordeeld heeft, dus ik snap heel goed dat die watertoren weg moest. Het nadeel is alleen dat het een beetje subjectief is, hè? Want stel dat jij straks last hebt van het kunstwerk wat ik in de tuin zit, in jouw zichtlijn, en dat vind ik mooi, jij niet, ja. En wat in deze zaak uiteindelijk een doorslaggevende rol heeft gespeeld, is dat duidelijk is geworden dat die buurman die watertoren dus echt alleen heeft geplaatst om te pesten. Ja. Dat is uiteindelijk hier wel doorslaggevend geweest. Dat denk ik ook wel waar een rechter naar zal kijken. Ja. Dus. Goed, ik heb nog wel één vraag, ook omdat jij aankomend advocaat bent. Ik begrijp uit de advocatuur, maar ook wel bij de rechterlijke macht, dat rechters in toenemende mate minder strak letterlijk naar de pure regeltjes kijken, maar ook veel meer bereid zijn om een beetje te voelen van wat werd er nou bedoeld en wat bedoelen partijen. Vind jij dat een goede ontwikkeling? Ik vind dat er heel erg twee kanten aan zitten. Ik denk dat onze maatschappij op dit moment zo snel en zoveel verandert en ons wetgevingssysteem loopt eigenlijk gewoon achter. Constant achter de feiten aan. Precies, dus af en toe is het gewoon nodig, want anders ga je gewoon onbegrijpelijke situaties krijgen als altijd letterlijk de wet gevolgd moet worden. Maar het is natuurlijk ook gevaarlijk, want waar ligt nou de grens? Wanneer gaat een rechter op de stoel van de wetgever zitten? Want dat is ook niet wenselijk natuurlijk. Nee, die zaak hebben we tegenwoordig natuurlijk ook, waar nog het laatste woord niet over gezegd is. Goed, ik wens jou veel sterkte met je komende studie nog en de toekomst. Tessa Verhees, dankjewel voor je komst ook hier naar Arnhem. De website van de academie, avdr.nl, ik zeg het iedere keer weer, daar staan meer van dit soort gesprekken op. Dus ga ook daar eens naar kijken. Voor nu namens ons vanuit Arnhem en bedankt voor het kijken naar dit interview.